middag. We nemen weer op in de middag. Jane en die slaapt. Disney update nummer 4 alweer. Ja, dat gaat snel. Tijd vliegt. Dat betekent dat het nog maar 24 weken is tot wij naar Disney gaan. Ik is nog niet voor te stellen. Nee. Maar er is genoeg nieuws, dus laten we maar gauw beginnen. Ja. En jij mag aftrappen. Ik mag aftrappen. Met iets heel lekkers. Iets heel lekkers, ja. Op 15 mei opent er in Disney Springs een patisseriewinkeltje. Het gaat Amorette's Patisserie heten. En het komt in het Town Center van Disney Springs. En zij gaan luxe gebak en patisserietjes verkopen. Ze hebben een onstage kitchen. Wat er precies inhoudt, kunnen we nog niet vinden. Maar ik denk volgens mij dat het zoiets is als dat je een soort open keuken, dat je kunt zien hoe de producten bereid worden. Ja, om het zo nog aantrekkelijker te maken om die producten te kopen. Precies. Dus ik heb al plaatjes gezien, het ziet echt super lekker uit. Het ziet er echt super lekker uit, ja. En, het zal niet goedkoop zijn, dat denk ik niet. Dat denk ik niet, nee. Want het behoort wel tot de wat hogere klasse patisserie, het is geen gewoon... Maar vanaf 22 mei kun je ook op bestelling daar gebakjes halen. Ja, dus dan kunnen we ook meteen zien wat het ongeveer gaat kosten. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Heel benieuwd. Zodra je online kunt zien wat ongeveer de prijzen zijn en dat soort dingen, dan zullen wij ons daar wel weer over melden. Ja. Maar ik denk dat wij dat zeker een bezoekje gaan brengen in oktober. Zeker, alleen al om te kijken alleen al om te kijken, hoe ze het gaan maken. Dat is wel heel, heel interessant. Ja. Dus dat is het, dat is het eerste lekkere nieuws. Ja, dat is een goede inkoop. Zeker. Het is niet af trouwens, is begonnen. En de eerste avond was meteen al een succes, want het was meteen uitverkocht. Ja, maar? Dat is niet direct omdat zoveel mensen er gebruik van willen maken. Maar dat komt mede doordat de Disney Vacation Club bestaat 25 jaar. En de mensen die daar lid van zijn, die mochten gratis een kaartje gaan halen. En ik denk dat dat de grootste reden is waarom het meteen uitverkocht was. En bankbord, dus hoe de nieuwe avonden, de volgende avond het gaat doen, is nog niet bekend, want die moeten nog volgen. Maar de eerste avond was in ieder geval uitverkocht. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe druk het dan eigenlijk wel niet was. En hoe mensen het, hoe ze het merkten. Ja. Maar ja, dat gaan we dus ook even in de gaten houden van, hoe is dat nou precies zo'n avond? Ik heb er nog niks over kunnen vinden. Alleen dat hij uitverkocht was. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Volgende nieuwtje gaat over Star Wars Land. Light Modus Action is gestopt. Oh. Ja. En daarmee is... Kijk, hij is officieel begonnen met Disneyland Park en Hollywood Studios. Ja, ze is officieel begonnen met Star Wars Land. Met het bouwen van Star Wars Land, ja. Het staat hier een beetje krom, sorry. Ja. En om te vieren dat ze daarmee begonnen zijn, is er een 360 graden video van de bouwplaats in Disneyland geplaatst. Ja, dus voor een link kijk hieronder. Ja. Zullen we even een link in de omschrijving zetten? Ja, dat ik ziet ben er heel gaaf uit. Helemaal niet van Star Wars, maar... Nee, ik ook niet. En ik ben ook niet van Avatar. Ik ben wel van Toy Story, dat vind ik wel leuk. Maar als ik de concepttekeningen zie van zowel Star Wars Land als Avatar Land, het ziet er wel heel gaaf uit. Het ziet er wel weer spectaculair uit. Dus alleen daarom zou ik het wel willen zien. Maar daar moeten we nog even geduld voor hebben, want als ik me niet vergis, staat de opening pas gepland voor 2019 en 2021, dacht ik. Dus ja, daar moeten we nog even geduld op hebben, maar het belooft wel iets heel moois te worden. Ja. Het is in ieder geval begonnen. Ja, en ook een Star Wars nieuwtje. Ja, Star Wars A Galaxy Far, Far Away is gestart. Dat is de nieuwe show die te vinden is in Hollywood Studios. Er gaat heel veel weg uit Hollywood Studios. Het is volgens mij nu bijna gehalveerd qua grootte. Maar dit komt er dus bij. En het is een 15 minuut durende show. En bijna alle bekende Star Wars characters komen wel voorbij. Dus ja, voor de echte Star Wars fans is dat wel heel gaaf. Ik ben geen Star Wars fan. Maar ik heb wel foto's gezien. Het ziet er inderdaad wel leuk uit. Ja. Maar ik denk dat het pas echt af is als zo meteen Star Wars Land er ook daadwerkelijk is. Dus ik denk dat dit meer een voorproefje is. Ja. Van een beetje vast aan de nieuwe sfeer te proeven. Een zoethoudertje. Ja, helemaal omdat het nu zoveel weggaat. Ja. We hadden het laatst al over Fastpass update. Ja. En ik blijf het op zijn Engels zeggen.
Je kunt vanaf nu een nieuwe Fastpass reserveringen doen via je mobiel, dus via de My Disney Experience app. Ja. En het is vanaf nu ook mogelijk om 1, 2 of 3 reserveringen te doen in plaats van meteen 3. En als jij nu bijvoorbeeld de eerste reserveringen met je Kingdom doet, kun jij die volgende 2, of de volgende, ja, kun jij ook in een ander park doen. Dat kon voorheen niet. Moest je ze alle 3 in 1 park doen. Ja. Maar het is wel zo, als je ze nu dus alle 3 in 1 park doet, dat is niet gewijzigd. Dat moet nog altijd wel in hetzelfde park. Maar als je er van tevoren eentje maakt en je hebt die gebruikt, kun je die tweede keer in een ander park doen. Ja. Maar je moet hem wel eens gebruiken. Dus dat is inderdaad een goede update. Ja. Een nieuwtje die ik vergeten ben te melden, maar dat zag ik afgelopen week op YouTube, is dat we hebben volgens mij verteld over dat ze in Small World aan het eind nu van die schermen hebben die het namen laten zien. Ja. Dat hebben ze nu even tijdelijk gestopt. Oh. Dat is nu dus even niet meer. Waarom dat is gedaan, weten we niet. Waarschijnlijk werkt het nog niet zo... Dat denk ik, maar het is er dus nu even niet meer. Oké. Okay. Schoot me zo te binnen. To be continued. Meld ik ook even. Ja. Volgende. Ja, Mickey's Royal Friendship Fair. Daar hebben we over verteld een tijdje geleden dat Dream Along with Mickey dat die zou stoppen. Nou, dat is inmiddels gebeurd. Hij is gestopt. En nu een paar weken later, volgens mij zijn ze 2 weken geleden gestopt. Nu. En nu zijn ze sinds afgelopen week begonnen met de verbouwing voor de nieuwe show. En dus is het weer eventjes een kleine bouwput voor het kasteel. Ik hoop wel dat ze daar nu in oktober mee klaar zijn. Ja, volgens mij was het de planning om daar in de zomer mee klaar te zijn. Okay. Maar dat is de planning. En dat weet je maar nooit. Want dat brengt ons meteen bij het volgende nieuwtje. Ja, Rivers of Light is officieel vertraagd. Hij zou eigenlijk de 22e, dat is als ik me niet vergis vrijdag, ja, zou die in première gaan. Op Earth Day. Ja, maar hij is nu officieel vertraagd. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Nee. En waarschijnlijk is het vertraagd omdat alles in Shanghai wat langer duurt. Ja. En wat meer geld kost waarschijnlijk. Zoals de meeste van jullie weten zijn ze in Shanghai nu bezig om een nieuw Disneypark te maken. Hebben ze een release datum voor genoemd. Volgens mij was dat uit mijn hoofd 16 of 19 juni. Ik ben er niet helemaal op vast. Maar als je de constructiefilmpjes zag van 2 maanden geleden, had je zoiets van, dat kan nooit gebeuren. Nee. Dus nu is Disney eigenlijk alles op alles aan het zetten om toch die datum te halen. En ja, dat betekent dat ze in andere parken even wat moeten bezuinigen. Ja. Thanks Shanghai. Thanks. Yes. Joy and Sadness, die komen naar Epcot. Ja. En waar? Ze komen naar de character spot in Epcot, naast Baymax. Let er wel op, je hebt in de character spot heb je ook Mickey, Minnie en Goofy. Die hebben hun eigen gedeelte. Dus het is niet zo dat wanneer je een fastpass hebt voor Mickey, dat het dan ook meteen is voor Joy Sadness en Baymax. Joy Sadness en Baymax die hebben een eigen kant. Die hebben wel een eigen Fastpass? Of weet je dat? Dat weet ik niet of die ook een eigen Fastpass hebben. Die heb ik er nog niet tussen gezien. Ik denk namelijk wel dat ze populair zijn. Dus... Ja, dus het zou heel goed nog kunnen komen, maar volgens mij op dit moment nog niet. Nee. Maar ze zijn in ieder geval begonnen in Epcot en dat is wel heel erg leuk. Ja. En een heel leuk nieuwtje voor Nederland. Ja. Want de Disney Cruise, de Disney Magic, die komt in 2017 in de zomer naar Amsterdam. Ja. En gaat dan varen van Florida naar Kopenhagen. En dan komt hij langs Amsterdam. Dus ja, wanneer dat precies gaat zijn, weten we nog niet. Nee, dat gaan we in de gaten houden, want wij willen zeker gaan kijken, ja, als, zeker gaan kijken, ja, als hij in Amsterdam komt. Het is echt een super mooi schip. Dus ja, dat is echt wel heel gaaf. Ja, dus dat is wel spannend. De Disney Magic. Wow. Ja. Dat is wel jammer. Je kunt er alleen maar naar kijken. Je mag er niet op. Nee, dat is wel jammer. Maar goed. Misschien dat hij nu, als het goed gaat in Amsterdam, dat hij misschien ook wel een kleine rondje zou maken voor je hier. Mm-hmm. Dus We gaan het meemaken. Maar we gaan sowieso kijken. Ja. Dus ja, er waren genoeg nieuwtjes. Er waren wel allemaal korte nieuwtjes. Maar wel leukere nieuwtjes als vorige week. Vind ik in ieder geval wel. Ja. Dus ik hoop, wat hoop jij dat er in de volgende update komt? Daar kun je misschien wel over. Ik hoop dat er meer duidelijk wordt over Frozen Ever After. Ik hoop dat we dan kunnen zeggen dat we de Halloween kunnen kopen. Had ik dit weekend verwacht. Ik ook.
Want dat was vorig jaar wel. En nu zijn ze dus nog steeds niet te koop. Dus nee. Ja, waar dat aan ligt, ik weet het niet. Maar ja, we moeten er dus nog steeds op wachten. Er zit nog wel een beperking. Wij hebben afgelopen week hebben wij onze dining reservations hebben gemaakt. Ja. Onze eerste paar. Ik denk dat we daar volgende week even het filmpje over gaan maken. Hoe je dat nou precies doet. Hoe we dat precies doen, inderdaad. Dus dat voor volgende week. Ja, en voor de rest laten we ons maar weer verrassen door alle Disney nieuws. Ja. Dus voor deze week. Over 2 weken zijn we weer met een update. Ja, en volgende week laten we dan dus zien hoe je dining reservations maakt. En donderdag zijn we er weer met de weekendvlog. En die wordt ook weer heel leuk. Die wordt leuk, want we zijn vandaag een dagje weg geweest. Maar dat zie ik dan wel. Ja. Dus bedankt voor het kijken. Geef een duimpje omhoog als je het filmpje leuk vond. En abonneer vooral op ons kanaal. Vinden we heel leuk. En dan zien we jullie graag de volgende keer weer. Doei. Bye bye.